Je bent live. Goedemorgen iedereen, welkom bij Lieve Toekomst op deze maandagochtend. Vandaag is het 21 oktober alweer. We gaan alweer naar de november. En ja, en dan hebben we heel gauw kerst natuurlijk en al die dingen meer. Maar vandaag is het gewoon lekker maandag de 21ste. Vandaag ben ik een uurtje, volgens mij komt Bettine achter mij. Maar dat horen we straks allemaal van de regie. Maar welkom op deze maandagochtend met in de toekomst. Mijn naam is Maureen, ben geboren in Bandung. En ja, ook altijd aanwezig bij de in de toekomst. Ook live uitzendingen, maar ook online. Box nummer 235. En nu belt u dan als u mij in de uitzending belt. 0909-8070 optie 4. Dan komt u via de regie, dat is Naomi, onze regie. En dan komt u dan bij mij. En ik zie dat al wat collega's aanwezig zijn. En die zal ik ook wel zien. Ik zie Maria. En ik weet nog niet wie allemaal er zijn. En ja, ik zie ook wat mensen natuurlijk op de screen van de Dimme Toekomst. Goedemorgen Joke Hop. Goedemorgen Joke van Melsen. Leuk dat je erbij bent. En natuurlijk ook Joke José Stokhorst. Goedemorgen. Ja, we zijn er allemaal een beetje. We hebben namelijk het thema, namelijk je rugzak en je spiegeleffect. Nou, zoveel mensen weten, ze weten allemaal dat ik medium ben. Ik ben healer, ik ben de Indische doekon met de kris- en klankschalen en de Indische kruiden. En maak ook contact met overleden. Dus je kan mij voor alles gaan bellen. Weekend was ik ook nog online en dat was gewoon onvoorstelbaar druk. En ja, ik heb er ontzettend veel lol in en mijn passie is om mensen te helpen. Met daarnaast natuurlijk ook de uitvaart. Nou, welkom iedereen. En ja, kijk en luister en wees welkom. Goedemorgen mensen op YouTube en internet. En natuurlijk Indonesië, selamat pagi. Goedemorgen. Nou, en fijn dat jullie allemaal weer kijken. En ik zie dit met toekomst ook goedemorgen zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen Joke Hop. Goedemorgen. Nou, het begint hier al heel goed. Nou, leuk dat jullie allemaal meekijken. We hebben vandaag over je rugzak. Je rugzak die jou ook vult, die jij vult met jouw levenservaring. Zoals vele mensen weten ook al wat een rugzak is. Het is gewoon soms too much in je leven. Dan wordt die heel zwaar, want er zit er van alles in. En dan is het dus echt de bedoeling dat je die gaat legen met liefde. Weet je, je kan verdriet hebben in je rugzak. Je kan natuurlijk verloren liefde hebben. Mensen die overlijden. En ook natuurlijk wat je allemaal meemaakt als vanaf dat je kind bent tot nu aan toe. En daarom is het heel belangrijk dat we ook daarna gaan kijken. Hey Els, goedemorgen. Ik zal mijn bril aanzetten. Het zijn heel kleine letters. Els Roelen, Marlijn, selamat pagi Maureen. Nou, leuk dat je erbij bent, lieve schat. En ja, we hebben altijd onze koffie. Ik heb hem al een beetje op, want ik was natuurlijk alweer bezig. Ik neem nog een slokje. Proost, op jullie gezondheid. Ja, je rugzak. Net wat ik zeg, levenservaring, je opvoeding van je ouders. En ik heb even wat opgeschreven, ik heb ook wat opgezocht. Hoe ouder je wordt, hoe meer gevuld jouw rugzak wordt. Ook met wijsheid, bijtjes en wat met de tijd wordt dat ook om te legen. En te kijken wat maak jij mee in je leven om te leren op deze levenspad. Levenspad die je nou bent. Dan krijg je ook je spiegeleffect. Je spiegeleffect is door onze relaties met anderen ook rijkdom. Waarom? Omdat zij ook laten zien wat onze blokkades zijn en onze angsten. Maar ook onze innerlijke kracht en ons licht. Dat is namelijk wat je van iemand anders leert. Ja, de uitleg van het spiegeleffect. Ik weet niet of jullie dat wel weten. En daarom vond ik ook wel belangrijk dat jullie daar ook over hebben. En straks hebben we natuurlijk nog een toetje met de kaarten. Ik heb het pad van de liefde gepakt. Dat zijn deze kaarten en die zijn best wel heel mooi. Dan gaan we een beetje aan het eind daarmee aan de gang. Dan zet ik altijd die schoenpas, trek hem aan.
Ja, onze relatie met anderen is een grote rijkdom. Die brengen jouw spiegeleffect. Spiegel van onze blokkades, angsten en onze innerlijke kracht en licht. Iedereen heeft reflectkader. De reflectkader is afhankelijk van ervaring van je opvoeding, aangeleerde gedrag en onze gedachten, onze emoties en de dingen die van onszelf aandacht aan gaan besteden. De reflectkader is ook een filter. Door dat filter zien wij namelijk hoe we het ook over die anderen hebben. En dan heb je ook nog je eigen waarheid, je eigen werkelijkheid en je eigen spiritualiteit. Je eigen spiritualiteit, dan groei je gewoon. Je groeit met een jaar meer. En we zijn natuurlijk in de laatste 3 maanden van dit jaar. Die volle maan is geweest, die is heftig geweest. En nog steeds, dat is in de horoscoop van de ram. Maar de rammen kennen natuurlijk door de rammen af en toe. Dus kijk uit met wat je doet en of je ruzie krijgt. Dus blijf rustig. Relax. En deze 3 maanden zijn ook best wel zware maanden voor heel veel mensen. Want de engelenpoorten gaan ook open. En je voelt ook dat de energie best zwaar is. In januari wordt het weer een stuk lichter. Maar dat klopt ook wel, hè? Het wordt donkerder. En het is ook natuurlijk de blaadjes vallen van de bomen af nu. Nu begint echt de herfst, want dat was een week geleden niet zo. En daarom is het voor een heleboel mensen belangrijk om hiernaar te kijken. Als je een relatie hebt met anderen, kom je in contact met de reflectkade. Dat dan ook dat bij jou belicht. De mensen om je heen, dus een spiegel van je eigen gedachten, emoties en gedrag en relaties, een uitputtende bron om van te leren. En door anderen jezelf te ontdekken. Want je ontdekt ook van, hey, zij is zo, waarom doet ze zo? En dan kan je spiegelen van, wat is dus wat jij hieruit moet leren? Wat is het dus waarom zij zo doet? Door anderen te denken word je bewust waar je zelf ook je focus. Als een energie en emoties manier van denken is die aan de andere waard van jezelf, positief of negatief, is het je verplaatst dat je die naar die andere. En noemen wij een spiegeleffect. Een spiegeleffect is gewoon het spiegelen met die anderen. In het positief, maar ook in het negatief. Als iemand je onvoorstelbaar en lichtend voorbeeld vindt. En dat je licht, dat je dat ook niet durft te erkennen. Als iemand je moedig vindt. Als jij iemand moedig vindt. In je eigen moed die jij ziet. Ook als iemand je prachtig vindt. Kijk dan naar je eigen schoonheid. Als het iemand reden kritiek geeft, dan is de kritiek naar jezelf gericht is. Als je niet tegen kan dat iemand zichzelf te veel op de voorgrond zet, zet je je eigen gebrek aan zelfverzekerd. Ja, dus als jij er niet tegen kan dat iemand echt op de voorgrond gaat zetten, zichzelf, en dan overdreven overkomt met anderen, dan helpt het ook voor jou, want dat is je zelfverzekerheid. Ieder mens naar wie je kijkt is een weerspiegel naar jezelf. Het spiegeleffect is heel sterk binnen de karmische relatie. Maar dat kan ook aanwijzing zijn bij de andere mensen die jij ontmoet. Kijk, ga je met iemand om die echt meer op de voorgrond wil zijn, die bladibla wil zijn? Dat is aan jouw reactie. Hoe ga jij hiermee om? Ga je stil zijn? Ga je nadenken? Ga je je terugtrekken? Kijken? Ik kijk altijd en denk, oh nee, daar hebben we weer. Trek je terug. Luister en kijk gewoon hoe diegene is. En met het spiegeleffect geef je namelijk ook jezelf zekerheid. Je zelfzekerheid. Want jij hoeft helemaal niet zo te zijn. Helemaal niet. Het is juist om te zijn dat jij positief blijft. Positief gewoon met die anderen. Ja, ieder mens naar wie je kijkt is een weerspiegeling van jezelf.
En spiegeleffect is sterk binnen de karmische relatie, kan het ook aanwijzing zijn bij die andere mens die je ontmoet. Als een relatie belangrijk voor jou is, moet je jezelf afvragen waarom. Is deze relatie belangrijk? En dan heb ik het ook over relatie met alle mensen, maar ook met de liefde. Weet je, waarom is deze relatie onaangenaam voor mij? Ik vraag het ook aan jullie, hè? Straks zijn jullie op de screen ook aan de beurt om antwoord te geven. Waarom is de relatie onaangenaam voor mij? Waarom verdraag ik deze persoon niet? Waarom bewoon ik deze persoon? Waarom wil ik kritiek geven op deze persoon? Niet nodig. Nee, ze zijn zoals ze zijn. Je moet juist niet hetzelfde zijn als hun. Je moet gewoon jezelf zijn. En wat zie jij, wat zie ik in die persoon zo negatief? Vraag dan maar eens aan jezelf. Waarom zie je dat zo? Kijk, iedereen heeft ook wel eens een verkeerde bui op een dag. Of op een doordeweekse dag. En de maandag is best moeilijk starten. Vooral omdat het wel donker nog is. Hè? Als je 7 uur opstaat en je moet dan om 8:30 op je werk zijn. Heb je 1,5 uur, 1,5 uur om je aan te kleden en je klaar te maken. Ik heb daar niet zoveel moeite mee, want ik draag de kleren die ik nu aan heb, dat heb ik gisteren al uitgezocht. Die liggen dan ook klaar. En dan weet je gewoon dat je wat moet doen om 9 uur. En er klaar te zijn van deze uitzending. En door jezelf af de vraag te stellen, open namelijk je deuren naar jezelf. Ja, je maakt jezelf ook open hiermee. Om te spiegelen, kijken wat die ander zegt. En wat positief is of negatief. Door jezelf af de vraag te stellen. Je opent de deur naar een verborgen innerlijke kracht. Naar eigenschappen die je niet op de voorgrond durft te treden. En naar herinneringen of blokkerende gewoontes. Als iemand geen reflectkader heeft, dat aansluit dat bij jou, laat het je onverschillig zijn. Jullie volgen de verschillende wegen en jullie werkelijkheid is ook anders. Maar aanvaard je. Je voelt gewoon geen affiniteit met diegene en die persoon. En je hebt geen zin om met hem een relatie aan te gaan zonder emoties of negatieve gedachten. Als er emoties in reactie bij je oproept, zet die persoon eraan toe om aan jezelf te werken. Je spiegeleffect gebeurt vaak onbewust. Dat houdt in, ja, door jezelf aan te vragen van waarom doet ze dat? En dan zet je namelijk je deur bij je open. En dan ga je vragen. Waarom tikt dat mij dan gewoon? Dat iemand zo doet. En als iemand lief is, dan is het dus heel positief. Maar je kan ook heel negatief naar die mensen kijken. Ja, en dat is dan ook het verborgen innerlijke kracht. De eigenschappen die jij op de voorgrond durft te laten treden. En een herinnering op blokkades, gewoontes. Als iemand geen reflectkader heeft, dat aansluit dat blij bij jou, laat het onverschillig zijn. Jullie volgen verschillende wegen. Dus ga naar kijken waarom jij met die persoon een relatie heeft. En een relatie bedoel ik ook, trek het dan naar je toe en ga kijken wat zij doet. De ander is er niet van bewust van wat bij jou teweeg brengt. En je hebt ook niet door wat bij jou oproept. Ik zal eventjes ook een voorbeeld geven. Als jij een familie hebt en een van je zussen of broertjes, die vertel je dan helemaal niks meer, dan heb jij iets gezegd wat hun triggert. Weet je? En dan gaan ze nadenken en dan gaan ze toch denken van, oh, nee, ik hoef haar niet meer, want ze zegt dingen wat ik niet leuk vind. Maar je moet er juist naar kijken. Als mensen iets tegen je zeggen van, oh, ik laat je niet weten dat ik ga trouwen. Ik wil jou niet erbij hebben als zus. Ja, laat ze. Het doet je pijn, want het is wel je familie, hè? En het gebeurt zo vaak bij families
Families krijgen er gewoon gratis bij. Vrienden kiezen zelf uit. En doordat je dan dat hoort van iemand anders, dat je niet erbij hoort, dat je dat niet mag weten, dan kan je heel boos worden, maar het heeft geen zin. Dat zegt ook al heel veel over hun, hè. En als je bijvoorbeeld het goede bedoelt en vertelt tegen haar van, joh, doe nou eens rustig aan. En ga nou niet meteen een huppakee verloof getrouwd en samenwonen en huisjes kopen samen, terwijl je net een huisje hebt. Doe het niet. Laat ze. Laat ze gewoon los. Laat ze gewoon zijn wie ze zijn. Wil ze het niet? Zeggen de Indische mensen altijd, Suda, laat maar. Hè, Els? Suda, laat maar. Ja, weet je, Indische mensen zijn nogal een beetje stil op de achtergrond. Die kijken, die luisteren. En dat is iets wat wij hier in het Westen, zeg maar, moeten leren om te luisteren en te kijken. Waarom doen ze zo? Wat is hier, wat erachter zit, zeg maar, dat spiegeleffect? Denk je van, oké, ja, als jullie gelukkig zijn, prima toch? Wil je me niet uitnodigen? Nee, laat dan maar. Heb ik daar behoefte aan? Nee. Ja, weet je, zoek het even uit. En laat ze gaan. En daar is het spiegeleffect gebeurd vaak onbewust. De ander zich niet van bewust zal zijn wat jou teweeg brengt. En je hebt ook niet, doordat je er opgeroepen van wordt, je bewustzijn van spiegeleffect betekent dat je afstand doet van de verantwoordelijkheid in je relaties met anderen. Dat is hun verantwoordelijkheid, niet de jouwe. Het betekent niet dat je niets aan hoeft te trekken, invloed van jouw gedachten, daden of woorden op anderen. Nee, doe het niet. Je kan er naar luisteren, je kan er wat mee doen, maar spiegel over, wat doet het bij jou? Ben je de zwarte schaap in de familie? Negeert de hele familie op je? En dan voel je je heel eenzaam en dan thuis ook niet dat iemand tegen je praat? Dan kan je heel eenzaam worden. En dan is het gewoon, bij mij is het zo, ik neem je in mijn armen, ik bescherm je. Ja, dat ben ik. Want weet je, door die ervaringen, wat in je rugzak zit, ik bescherm namelijk mensen. Want ik kan heel goed voelen wat het bij je doet. Dat geeft verdriet, dat geeft gewoon eenzaamheid, terwijl je het eigenlijk goed bedoelt. En daarom, lieve mensen, ga kijken wat die spiegeleffect is. Het spiegeleffect is geannuleerd in je relaties met anderen. Het is niet de bedoeling om relatie in delen in hokjes te zetten. Of jezelf niet meer in discussie stelt. Een relatie is, als jij negatief ervaart en de spiegeleffect geeft daar waarvoor je aan nadenkt, werp nieuwe licht op relaties die je aangaat. Weet je, spiegeleffect. Hey Anja Prak, goedemorgen. Het spiegeleffect wijst op een blokkade. Maar die blokkade is niet per se exact hetzelfde datgene wat je stoort en wat je bewondert bij een andere. Je hebt bijvoorbeeld een hekel aan iemand die graag op de voorgrond treedt. En altijd die aandacht naar ze toe trekt. En dat betekent niet dat jij ook zo wil zijn. Absoluut niet. Het wijst erop dat je jezelf niet genoeg profileert, dat je vaak op de achtergrond blijft, terwijl je liever contact zou willen hebben met die anderen. Goedemorgen Marijn en lotgenoten. Wat mooi. Leuk dat je dat zegt. Er zijn twee spiegeleffecten. Positief spiegeleffect en het negatief spiegeleffect. En doordat je dat kan voelen en weten wat het is, is er sprake van het positief spiegeleffect. En als je die andere positief ziet en jezelf niet ziet, dan is het uit angst, door gebrek aan zelfvertrouwen of zelfbevestiging, of door herinnering aan die blokkade gedachte of gedrag. Ik ga zo dadelijk even wat aan jullie daarbij zetten. Daar heb ik een lijstje van.
En ja, het is altijd wel even kijken, elke keer als ik live ben, van waar gaat het nou weer over hebben. Maar ik vond dit al een hele goeie. Je rugzak en je spiegeleffect. Wat doet het bij jou? Oké, we hebben dan thema's. Dus luister goed. Luister goed wat ik dan ook te vertellen heb. En vraag dan ook aan mijn lieve collega's. Hè. Je kan met mij ook in de uitzending komen. Dan bel je 0909-8070-4. En voor mijn lieve collega's Maria, Alora, Peter zag ik toen net voorbij komen. En ja, die zijn er ook allemaal. Hey Ineke Petersen, goedemorgen allemaal. Weet je, dit zijn positieve spiegeleffecten. Liefde. Ja, de liefde is positief. Als je liefde krijgt, dan straal je en dan lach je. En dan kan je ook aan je gezicht zien van, hey, dit is liefde. Ik heb altijd deze gezicht, of nou negatief of positief. Ik kijk altijd zo en ik lach ook altijd. En dat zit gewoon in mij. Mijn oma is zo, mijn moeder is zo, ik ben zo. En weet je, als je positief bent en je bent altijd voor de mensen en delen met de mensen. Dat zegt dan al een spiegeleffect wie we zijn. We zijn de zorgteam. En de zorgteam kan soms wel een keertje op het teentjes worden getrapt. Ineke Peters, goedemorgen lieverd. Leuk dat jullie meekijken. En dan op de vroege ochtend. Ik zou zeggen, neem een bak koffie en kom gezellig aanschuiven. Liefde. Als jij iemand lief hebt, vind je en je ziet je liefdevolle energie. Dat is gewoon een fijn. En je voelt die energie ook in hem of in haar. Maar eigenlijk zie je ook jouw liefde voor jezelf. Want jij pompt namelijk liefde daarin. En dan krijg je het ook terug. Mensen die jouw liefde niet hoeven, denken ze van, nee hoor, dat ken ik niet. Ik heb dat nooit gehad, dus ja, ik ben bang voor jouw liefde. Nee. Die gaan opzij. Die kennen die liefde niet. En wat is dan pure liefde en nonsens? Negatieve liefde. Pure liefde is als je echt weet dat diegene het echt met je meent. En die gaat echt door het vuur voor je. En negatieve liefde is gewoon mensen die altijd maar aan je trekken. En ook je energie weghaalt. Dus onthoud dat heel goed. Als je eigen vermogen liefhebben durft te uiten. Of dat slaapt, de andere toont je kracht van de liefde in jezelf. En vraag dan ook om jezelf te uiten. Dus ik vraag aan jullie ook, uit jezelf. Uit jezelf je liefde. En vergeef de mensen als jij denkt dat ze fout zitten. Want hier, deze aarde, hier moet je vergeven. Als je dat niet doet, kan je naar de overkant, dus daarboven, nog een keer moeten leren, omdat je gewoon de liefde niet gewoon geeft. En die weet wat het is. Dus leer hier op deze aarde. Deze aarde is een leerschool voor ons. Vandaar die rugzak. En die mag je ook af en toe gaan legen. Vreugde. Ja, als er een babytje wordt geboren. Of zoveel jaar bestaan. Dat jullie zoveel jaar getrouwd zijn. Of ik weet trouwens niet of al ja, de toekomst eigenlijk bestaat. Sorry hoor, Naomi. Ik weet het niet, want ik ben wel benieuwd hoeveel jaren jullie bestaan eigenlijk. En dat is dus ook iets positiefs. Want wij, mensen van dit met toekomst, ik probeer altijd alles te delen. Als ik in de live-uitzending ben, op Facebook, op de Messenger. Weet je, ik vind het heel belangrijk dat mensen ons al gaan kennen. Alle mediums die er ook komen. Dus straks na mij is mijn collega Bettina, geloof ik. Ik hoor het toch van mijn regiezakjes. En vanavond hebben we weer een live-uitzending. Daar staat Peter voor. Nou, blijf kijken. Stakjes, ik ben er van 9 tot 10 en 10 tot 11 heeft mijn team, geloof ik. En van 7 tot 8 komt Peter. En ik hoop echt dat hij komt, want het is een super coach. Bettina, idem zelf. We hebben zoveel leuke, mooie coaches
Hier bij dit met toekomst. En ieder zijn eigen expertise. En ze staan ook nu achter de schermen. En bel ze 0909-8070 optie 1 op een boxnummer. Straks zit ik er ook op box 235. Goed, vreugde. Als jij tot iemand aangetrokken voelt, omdat je goed voelt bij zijn levensvreugde en je voelt je goed bij deze relatie, want je houdt van goede humor en als een schatterende lach en glimlach, en wat is jouw eerlijke vreugde die jij niet durft te voeden? Door contact te zoeken met deze persoon, zoek je contact namelijk met je eigen vreugde. Dat is die spiegeleffect. Het spiegeleffect is gewoon, waarom zijn die mensen zo? En geef je liefde, dan spiegelt het ook weer terug. Geef je vreugde, spiegelt ook weer terug. En moed, onverschrokkenheid. Als je iemand moedig vindt en je zijn onverschrokkelijkheid herkent, dat je je eigen moed in die anderen ziet, omdat je niet durft, je niet zelf durft te voeden, door die moed van anderen te erkennen, kijk je ook naar je eigen moed. Ja. Oh, goedemorgen. Dat is namelijk het spiegeleffect. Als je dat herkent bij die anderen, kan je je moed in jezelf ook tot leven wekken. En dat is met alles. Kijk naar die ander. Weet je wel? Want die meent het echt ook goed voor je. Een vriendelijke invitatie is als je iemand vriendelijk en empathisch vindt, dat je eigenschappen daardoor een ander ziet. Is vriendelijkheid in jouw invitatie tot ene jouw eigen eigenschap. Deze persoon is er naartoe om energie te erkennen. Voor jezelf en met de anderen te delen. Dat is heel mooi. En zo heb je natuurlijk heel veel positief spiegeleffect. En door vaardigheid bij iemand te herkennen, vaardigheid die je zelf draagt, als je die vaardigheden van deze persoon bewondert, heb je diezelfde potentie dat je die durft te voeden of te gebruiken. Durf je dat niet? Vind je bijvoorbeeld dat iemand prachtig kan tekenen? Ga het onderzoeken. Weet je? En of iets anders creatief doen. Deze persoon belicht jouw eigen capaciteiten. Die jij niet gebruikt of die slapen. Kijk, ik heb me wel ontdekt dat ik heb kunnen schilderen. Dat heb ik in Bali al geleerd. 2019, als het goed is. En dan ging ik leren schilderen. Dat zijn allemaal kunstenaars in Bali. In Ubud. En toen kwam ik er ook achter dat ik dat kon. En je moet ook de tijd ervoor nemen. En ook jouw geduld. En ook weten wat je wilt tekenen. Dus ik zeg, pak altijd een schetsboek. Ga tekenen. Neem een zachte potlood. Met een gum erbij. En ga tekenen. Ga naar buiten als je niet weet wat je moet tekenen. Nu vallen alle bladen naar beneden. Dus wat krijgen we dan? Kale bomen. En die andere is nog vol en de andere is al kaal. Teken ze allebei. Ik heb bijvoorbeeld geschilderd twee Afrikaanse bomen. Heel mooi. Dat is heel rond zo. En met stam naar beneden toe. En dan onder de aarde zijn twee handen die in elkaar vouwen. Dat betekent samenwerking. Die twee bomen zijn mensen die samenkomen op deze onder de aarde. Die samenwerken. En daarboven vliegen twee adelaars. Eén grote en een kleine beneden. Dus dat is ook de liefde. Hè? Want die grote adelaar die gaat landen bij die vrouwelijke adelaar. En die samenwerking met die handen onder de aarde. Die sluiten zich aan elkaar. En die twee Afrikaanse bomen geeft namelijk de wortels. Die tot handen ze bereiken met elkaar. En dat is dus ook heel mooi. Goedemorgen, Colin. Ik hoop. Maureen kan heel mooi schilderen. Die olifanten zijn ook zo mooi, Maureen.
Ja, die heb ik wel eens aan jouw kop laten zien. Dus dan ga ik met zo'n camera van mijn mobiel. Nou, een olifant en een engel. En ik heb boven toe een balletdanseres. Ik heb vroeger ook ballet gedaan. Dus dat zit dan ook in jou. En weet je, je vaardigheid, capaciteiten, gebruik het. En laat het niet slapen. En als je steeds daarmee kijkt naar deze spiegeleffect. Dankjewel trouwens, Jacob. Als je daarnaar kijkt, spiegelt ook jouw ziel. En dan krijg je ook verbondenheid. Verbondenheid, net als die wortels die bij elkaar zijn. Verbondenheid. Die twee bomen die ook schaduw geven in Afrika. Hoe mooi is dat als je op zulke dingen met je eigen fantasie gaat tekenen en schilderen? Ik heb hem niet meer, maar het staat bij mij op mijn Facebook. Kun je er naar kijken? Verbondenheid. Als je voortdurend iemand aanwijzingheid zoekt. Als je diep gewortelde behoefte voelt om in de buurt van deze persoon te zijn. Omdat je je goed voelt. Ben je ook op zoek naar verbondenheid. Met jezelf. Want zij geeft voor jou verbondenheid. Maar ook jij zoekt naar verbondenheid met iemand anders. En dat is dus ook wat jullie doen. De ander toont je de weg om te volgen. Bent naar jezelf. En je hebt ook negatief aspect. Hè? De sprake van negatief spiegeleffect is negatief wat de ander ziet en dat niet bij jouzelf wil zien. De ander is weerspiegeld van je eigen blokkades. Van je eigen duistere kant, van je repetitieve blokken, gedachten, gedrag, relaties, die ondervind je een lijst met negatieve gebeuren. Ik heb wat eruit gehaald ook, want er zijn best wel veel. Van je prachtig, mooie schaduw van het beeld achter je. Even kijken, ja. Kun je zo op de muur schilderen, net of het je achter staan. Mooie schaduw van het beeld achter je. En dan kun je zo op de muren schilderen. Ja, die staan er achter mij altijd. Klopt, lieve Anja Prak. Ja, als ik blij ben, ik weet niet, mijn muren, je gaat dan ook spreken met roze en wit. En ja, en ik zie dan ook als bewegingen erin. Ik denk, oké, ze zijn er allemaal weer. Zaterdag had ik ook iemand. Je huis is vol met mensen die overleden zijn. Dus ja, ik werk in uitvaart, maar ik maak ook contact met ze. En ze vinden het gewoon af en toe gewoon fijn om bij mij te zijn. Laatst had ik een sessie en die zei van, ja, mijn vader helpt niet, is boven, die heeft me nooit geholpen op aarde. Die zal boven ook wel niet helpen. Ik zeg, hey, doe eens even gewoon. Doe nou gewoon in liefde en vrede te praten over hem. Tja, mijn papa is er niet. Want ik wil wel contact met hem. Ik heb heel wat te vertellen. Ik zeg, oh nee. Jij moet hem gewoon vragen of met liefde of hij wil komen. Het is aan jou, niet aan hem, of hij wil komen. En als jij denkt dat je nog steeds in het negatieve spiraal van die man gaat zitten, wat hij met jou allemaal gedaan heeft, komen ze ook niet. Gaan ze je ook niet helpen. Want zij voelen zich schuldig. En als je met liefde vraagt om met hem te praten, over alles wat met je gebeurt, dan komen ze wel. En patsboom, ik krijg contact met hem. Stond hij naast me hier. Heel ijskoud, mijn tafel was ijskoud. Hij stond naast me, ik zag hem. En ik voelde ook met mijn knieën helemaal koud. En hij is er al. Heb je gevraagd? En hij komt. Ja, waarom gaat hij me dan niet helpen? Het is aan jou hoe jij het vraagt. Dat is die spiegel ook weer, hè? Hij heeft je vader heeft je genegeerd en jou nooit geholpen als kind al niet, tot de dag vandaag hij is overleden, al 2 jaar. En dan ga je negatief benaderen. Nee, zo werkt het niet, hè? Positief. Jij moet leren wat hij gedaan heeft. Hij is negatief geweest in jouw leven. Ga dan ook niet zo zijn. Want dat zegt ook voor jou. Om wie jij bent. Dat is dus ook natuurlijk
Als je negatief reageert op iemand die altijd genegeerd heeft in jouw leven, die nou ook de liefde gaat leren van de engelen, dan moet je ook positief gaan benaderen. Dat zegt ook iets over jou. Dat maakt jou onzeker. Als je dat gaat doen. Nou, hij was hier en we hebben allemaal vragen gesteld en dat klopt er ook allemaal. Toen zei hij, nou, ik wil wel zien dat hij echt is. Ik zei, nou, laten we het even vragen. Wat heb je verloren toen je met de wintersport was? Ja, ik weet dat niet. Hè? En toen zei ik, nou, vertel me maar. Wat heb jij verloren toen jij op de wintersport bent? Toen zei hij bijna het woord. Toen zei ik, nee, ik hoef jou niet van hem. Ik moet weten of hij het echt is. Ik check ze altijd. Dus ik heb mijn portemonnee verloren met briefjes van 1000 erin. En die heb ik teruggevonden op het politiebureau. Oké, dan ga ik het doorgeven. Als ja, dat klopt. Dat kan jij ook niet weten, want je kent iemand niet. Nee, ik ken jullie helemaal niet. En zo check ik altijd mensen die overleden. En dat is dus het positief benaderen, niet in het negatief. Negatief maakt je onzeker. De liefde is de kracht. Ook het innerlijke groei van spiritualiteit in jou. En weet je gewoon wie je bent. Even kijken. Hey Henk, goedemorgen. Oké, Anja, even kijken achter je. Ja, je hebt ook van die dingen achter je. Die dingen. Even kijken, een mooie schaduw van het beeld achter, ik kan het nu schilderen. Net of er 2 achter staan. Oké. Okay. Kijk, jij hebt ook altijd van die dingen achter je. Ja, ik kan er niets aan doen, schat. Maar nu zie ik geel. Oké. Okay. En Anja zegt, en nog veel meer kleuren trouwens, de regenboog. Nou, dat is heel mooi. Grappig dat jullie dat allemaal zien. Ja, een negatief. Goedemorgen, Henk van Hemert. Goedemorgen, Marijn en iedereen. Nou, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik vind het helemaal prachtig op deze vroege ochtend. Communicatie. Als je onaangenaam gevoelt dat je iemand met iemand gaat communiceren, vertel dat iets belangrijks over jou. Je kan het gevoel hebben dat niet naar je geluisterd wordt. Dat heb ik net verteld, hè. Dat je niet kan praten of de manier waarop die ander zich uitdrukt, ergert je namelijk heel erg. Dus als iemand zich heel goed kan uiten in woorden en de woorden goed kan gebruiken en goed kan communiceren en accentueren, dan is het gewoon aan jou. Ik dat zeg. Ik zie oranje en paars. Gaan jullie allemaal kleuren zien bij mij? Nou, dat is mooi. Dankjewel, lieve Henk. En nu ingeschakeld, zeg maar, regie. Zijn Ellen Schoten, Maria, Allora, Rinette en René. Dus ja, als je onaangenaam gevoelig bent iemand die communiceert, vertelt iets belangrijks over jou. Je kan het gevoel hebben dat je niet naar je geluisterd wordt. Dat je niet kan praten op de manier waarop die ander zich uitdrukt. Dus je ergert heel erg. En je vindt bijvoorbeeld onbeleefd, vulgair of te onrustig. Dat is weer een weerspiegeling van je eigen communicatie. Ja. Het feit dat je niet inslaagt om jezelf te uiten of je niet op een natuurlijke manier durft te communiceren. Deze persoon zet je eraan toe om je bewust te worden van je eigen communicatievaardigheden. Ja. Weet je, als ik vraag van waarom dit en waarom dat, en diegene geeft daar geen antwoord op. Dan voelt hij zich al heel gauw teruggetrokken, want hij weet niet hoe hij dat zeggen moet. Maar als je hem de tijd geeft om rustig te zitten, een kopje thee of koffie te geven, dan kan iemand tegenover mij heel veel vertellen. Maar ik ben ook de rust zelf, ik luister. Dus positief erin gaan staan en niet negatief. Kritiek, ja. Kritiek op een persoon. Als iemand zonder reden jou beheersiserend, een moeilijk woord, is de kritiek die ze eigenlijk tegen jou gericht is. Maar het kan ook positief kritiek zijn. Hè? Of iemand die jou wil beschermen.
kan ook kritisch zijn. Je verdraagt die ander niet. Dat is een relatie. Heel interessant. Deze persoon vertelt iets belangrijks over jou. Hij vertelt je iets dat je weigert te zien. Het is zijn zelfvertrouwen, vraagteken, leven misschien, zijn relaties, zijn werk, de kracht van jou, kritiek op hun stem, overeen met de kracht van de blokkade in jouzelf. Neem de tijd om te begrijpen wat dit betekent, want dat zal een goede bevrijding zijn voor jou. Omdat het betekent, waarom hebben mensen kritiek op jou? Dat zegt al en vertel iets wat je weigert te zien. In jezelf. Dat is ook een blokkade in jezelf. Weet je, en ook de negatieve personen. Je beslist dat iemand negatief is. Wat hij of zegt of doet, het is negatief. Deze relatie is heel interessant. Want ander toont je donkere kant. Deze donkere kant zorgt voor een verstrooide evenwicht in je energie. Je blijft namelijk hangen in gedachten. En gedraag jouw doen en denken dat je alleen maar lichte kant hebt. Maar we hebben allemaal een donkere kant. Niemand is perfect. Nobody. Nobody is perfect. Deze persoon laat jou ook zien de donkere kant te aanvaarden. Zodat je weer nieuwe evenwicht kan vinden. Dat is een moeilijk stukje, hè? Negatieve persoon. Ach, dat klopt, zegt Anja Prak. Ja. En als jij denkt van oké, jij bent super negatief, dan toont jij namelijk, kan je ook spiegelen met jouw zwarte kant. Jouw zwarte kant mag je ook naar kijken. En soms hebben mensen ook negatief omdat ze moe zijn of dat ze gewoon geen zin hebben om met je te praten. Laat ze alsjeblieft. Ieder mens heeft wel eens een negatieve dag. En weet je, je kan ervoor vluchten. Wil je iemand ontvluchten, je weigert elke contact met hem, dus je gaat negeren, wat ik net zei, over die man, die toch wel komt en die ook dingen vertelt aan je. En die ook probeert nu positief te zijn. En jij gaat ervoor vluchten. Deze persoon, toont jouw vluchtgedrag voor jezelf. Je vlucht. Een deel van jezelf weigert bepaalde dingen in jezelf in je ogen te zien. Om redenen die eigen aan jou zijn. En dat je dingen niet wilt zien. Dat zorgt voor een disbalans in jouw energie en dus blokkades en stilstand. Neem de tijd om af te vragen waarom je in deze persoon vlucht. Wat doet hij of wie is hij of wat wil hij of wat wil hem haar niet willen zien? Wat is je zelfdracht? Ik denk dat heb ik ook nog net verteld hè, van Miries. Dat je gewoon niet bij betrokken wordt. Dat misschien je zus of broer trouwt, mag er niet bij. En dan denk je nou, je kan twee dingen doen. Je kan boos worden en denk je en je voelt je onzeker. En je kan ook denken, oké, zij hebben hiervoor gekozen. Laat ze. Het is hun leven. En niet die van jou. En als je op een zo naar kan kijken, ik zeg altijd, ga je op een scherm staan en ga kijken wat het met je doet. Als iemand zo zegt tegen jou en je familie. Wat doet het met jou? Je wordt verdrietig. Je gaat gewoon er niet goed mee om. Je gaat je afvragen waarom. Heb ik wat verkeerds gezegd? Maar je kan het ook omdraaien. Hè? Je kan spiegelen. Het is hun gedachte. Hun eigen waarheid. Ja. En ook natuurlijk het negatieve. Dat was. Wat op een dag kan ze toch naar je toe komen om te zeggen. Je hebt gelijk.
We hadden niet moeten trouwen. Je kan ze altijd waarschuwen. Als ik mensen ga waarschuwen voor zulke dingen, let goed op. Want ik voel en ik zie alles. En alles wat ik zie, komt uit. En ik heb dat ook van mijn moeder. Mijn moeder, Indische mensen zeggen altijd, moerut, toerut, mond dicht, en luister. Dan zeg ik het een beetje hard. En Indisch is een woord, moerut, toerut, luister en mond dicht. Meer niet. Pak het op. Je hoeft er niets mee te doen. Ga het parkeren ergens. En op een dag mag je het weer uit het parkeervak halen. Want dan komt het uit. Dat is dus het hele gebeuren. Kijk, haha, dat klopt helemaal. Ja, ik zit in de fase van een andere. Die man, ja. Precies. Ja, negativiteit. Ja, schatten. Kritiek op het gedrag. Als je kritiek op iemand doet, zonder dat je die persoon respectloos of vernederd handelt, dat die persoon respectloos of vernederd verhandelt, je ook wat ziet in je eigen frustraties en je gebrek aan verankeringen of in je dromen. Even kijken hoe laat het is. Verdromen. En de ander toont wat hij wil, wat niet durft. Hij vestigt zijn aandacht op blokkades waar jij niet door tot actie overgaat. Je moet je vaardigheid en je innerlijke kracht zoeken om alles wat jou belangrijk is tot leven te wekken. Jij moet dat doen. Hebben ze kritiek op je gedrag? Dat zegt ook, werk aan je blokkades. Precies, ja, negativiteit. Te veel, te weinig. Met een relatie iemand onaangenaam is, omdat je die te veel of te weinig vindt, wijst het erop iets wat je zelf te of te weinig aandacht aan besteedt. Je vindt bijvoorbeeld iemand te veel ruimte inneemt, dan wijst het op jouw gebrek aan vertrouwen. Bevestig op communicatie aan jezelf de ander te laten zien zoals je zelf bent, vind je iemand te actief. Als iemand tegenover je zit en zit constant alle negatief over je tafel in te gooien, dan zeg je, oh, vandaag even niet. Ik wil mijn ruimte. Ik pak mijn ruimte. Ik heb wel wat anders te doen. En dan draai je het om, want jij krijgt ook een spiegeling om dan telkens dat gezeur aan te horen. Het hoeft niet elke keer. Je kan het een keertje doen. Maar het hoeft niet altijd. Hé, hey, lieve Sonja. Hé, hey, oude buurvrouw. Weet je? We gaan even 10 dingen doornemen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn reflectkader. Voor degene wat in mijzelf voedt. Klopt hoor, Marijn. Ik had de hele week mijn moedertje ook nog in mijn droom. Verwerking. Oké. Weet je, dus ik ben verantwoordelijkheid. Er is iemand die heel emotioneel is. Ben jij dat, zoon? Mijn stem gaat helemaal weg. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen reflectkamer. Voor diegene wat ik in mijzelf voed. De anderen zijn mijn spiegels. Elke relatie is een ervaring en een les. Ja. Relaties in families, relaties met vrienden is een ervaring en een les. Een relatie beleef je in het huidige moment. Als iemand bij jou aan de lijn is, aan je telefoon, en je krijgt een ander telefoon doorheen, wat heel belangrijk is, of dat het je werk is. Dan zeg ik, sorry hoor, ik moet even ophangen. Maar die ander verwacht gewoon dat je terugbelt. En dat vindt ze ook wel beleefd dat je dat gaat doen. Zij eist jou om terug te bellen. Ja, dan heb je aan mij de verkeerde. Je moet me niet duwen. Het woordje moet staat niet in mijn woordenboek.
En dan is het ook een les om niet erin te gaan. Dat zegt al heel veel over haar. Zij vindt zichzelf belangrijk. Jij moet haar terugbellen. Ik zeg, sorry hoor, ik moet even deze ook opnemen. Ik bel je wel een andere keer. En zij verwacht gewoon dat je gewoon haar terugbelt. En dan gaan we met ze invullen. Relatie beleef je in het huidig moment. Ik ontmoet een andere om mezelf te ontmoeten. Die is mooi, hè? Ja. Ik ontmoet een andere om mezelf te ontmoeten. Ik zorg voor een positieve relatie met mezelf. Zodat ik een positieve relatie met die ander aan kan gaan. Ik zorg voor een positieve relatie met mezelf. Zodat ik een positieve relatie met die ander kan gaan. Oh, ik heb heel weinig tijd. Deze belangrijkste persoon in mijn leven ben ik. Het is ook geen ego. De ander versterken of delen met mijn eigen persoonlijke geluk. Ik heb de keuze om een relatie te beëindigen waar ik me niet goed in voel. Een relatie heeft altijd een heel precieze doel. Dus ik heb de keuze om een relatie te beëindigen. Ik heb nog een paar minuten. Even gauw. Dus ga er even over nadenken. En volgende week kom ik daar hier op terug. Even heel vlug de kaarten, want ja, als je wat belooft, dan moet je het ook doen, hè Marleen? Je mag eigenlijk ook. Oh, oké. Okay. Dankjewel, Sophie. Oké, ik pak even wat kaarten. En dan zeg ik altijd, wie de schoen past, trekt hem aan. Ik heb hier een hele mooie. De gezamenlijke dans. Positief of negatief, de dans is altijd vreugde. Dus ga naar vreugde. Jezelf. En wat krijg je dan als je positief doet? Het ontvangen geschenken. Dat is echt werkelijkheid. En daar heb ik nog die thema's. Komen de kaarten ook precies zo uit. En dan uitbarsting van het licht. Nou, mensen zeggen dat bij mij achter de regenboog zijn. Ik zie het ook al een beetje. Als je positief hier zit, dan komen er ook kleuren om je heen. Dus hoe mooi is het? En dan is het ook heel belangrijk, het hart van het moment. Liefde. Positief. Soms kan het ook negatief zijn, maar liefde is meestal positief. Het hart van het moment. En wat ook het goddelijke liefde. Het goddelijke liefde is de bron. Het bron. Zeg maar, waar we allemaal samenkomen. Waar we allemaal één zijn. En wat liefde is. Positiviteit. Hoeft niet meer te vluchten. Hoeft niet te communiceren. Dat is wat je hier moet leren. Maar de bron, dat goddelijke liefde, is boven. En doet het in je hart. En draag ook de mantel van jezelf. En ga daarnaar kijken. En niet van een andere. Dat maakt namelijk je rugzak weer te vol. Haal die mantel van je af. En dit is de man van de aarde en de vrouw van de hemel. Zij zorgt ook dat het is dat de man van de aarde en de vrouw van de hemel in één zijn. Een mooie kaarten. En dan hebben we natuurlijk aartsengelen. Aartsengelen zijn mensen die gewoon innerlijke kracht hebben. Dus alle mediums van dit mijn toekomst zijn aartsengelen. Dus wees er maar blij mee, de stijgende liefdesziel. Ga in een vlucht, in een meditatie. En ga dan ook reizen naar boven. Reizen naar boven. Met jouw lieve ziel. En ga dan kijkje nemen daarboven. Hoe is het daar? Wat zal er daarboven zijn? En wat doet het mij? Is het positief of negatief? En dan heb je de maan. De maan die ook aan de hemel heeft gestaan. Heel laag. En kijk naar de maan. Je mag je wensen doen. En de maan is altijd mooi.
En dan de verborgen schoonheid. Dat ben jij. Dat zit in jou. De verborgen schoonheid van je ziel. Van je ziel en een kosmische golf. Kosmisch geloof. De kosmische golf. Ga ermee om. Go mee. Go in the flow. De geliefde. En de verre kunsten. Waar je naar mag kijken. Over zee. Het water geeft je altijd weer reinheid. Maak ook je hoofd meer leeg. En dan tot slot. Even kijken. De hemel. De hemel. Ooit zijn we alle boven. Je moet heel goed naar deze kaart kijken. Je ziet allemaal mensen. Die zijn allemaal hier. Zie je? Daar is het licht. Dat is de bron. Dat is de bron van liefde. Dat is de bron gewoon van wie je mag zijn. Even kijken. Het is jouw keuze. Hoe wordt je rugzak? Ga je die een beetje legen met deze uitzending? Ik hoop het wel. Ik hoop dat deze uitzending ook jou laat zien dat je rugzak ook leeg mag worden. En dat op de spiegel reflect. Een positieve. En dat anderen ook jou triggert om eens te kijken naar jezelf. Hoe zou jij het doen als jij in hun schoenen staat, wat ze allemaal tegen je zeggen? En dan één ding. De bezinning. De bezinning van alles van je hele leven. Ik hoop dat jullie echt naar kijken. Kan ik er nog één doen? En dan is het dus de yin en yang van het hart. Van jouw hart. Ga er naar kijken. Positief, negatief, spiegeleffect. En ga dan ook je rugzak legen. En dan zeg je, oké, ik pak dit uit mijn rugzak. Ik heb dit gedaan. Ik heb hier wat van geleerd. Ik haal het eruit. Haal de pijntjes uit van het verleden. Dan wordt die ook niet zo zwaar. Dan hoef je ook niet zoveel te dragen meer. Laat het go. Los. En als je dat kan doen, met je spiegeleffect van anderen, waarom die rugzak voor jou te zwaar is, ga dan daar ook naar kijken. Oké? Je mag afkomen. Ja. En dan is het de heilige afkomst. Dit is mijn laatste kaart. En na mij komt Bettine en dan vraagt iemand nog, wat voor kaarten zijn dit? Van de liefde. De pad van de liefde. En hoe mooi is dit gewoon. Ik denk, welke kaart moet ik bijpakken? Dat is dit. Lieve mensen, ik dank jullie allemaal. Ineke Scholler, prachtige kaarten, zo mooi. Ja, heel mooie kaarten. Mijn dag is weer goed, zegt Jacob. Kippenvel, zegt Anja Prak. Prachtige kaarten, Marijn. Nou, ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht, omdat jullie er zijn. En ik zie dat al heel veel mensen ook op YouTube en internet ook kijken. Ga lekker luisteren naar Bettine. En ook vanavond zijn we er weer. Ik ben gewoon online. Je kan mij altijd bellen. Box nummer 235. Optie 1. Ik sta hier dan achter de schermen met mijn lieve collega's. Dag lieve mensen. Tot de volgende keer weer. Dag. Heb een fijne dag.